Het moet echt op mijn pad komen en ik moet het echt voelen. De mooiste plekjes in Didam zijn terug te vinden in het schetsboek van kunstenares Regina Wolters. Door corona merkte Wolters dat ze aan het vereenzamen was en begon daarom met urban sketching. Het ter plekke schilderen van wat je ziet. Urban sketchen, dat is wat je op dat moment ook meemaakt. Echt jouw kijk op de dingen, op wat er om je heen gebeurt. En dat kunnen gebouwen zijn, maar dat kan een terrasje zijn. Echt het buitengebeuren met een sfeer en hoe het op jou overkomt, hoe jij je voelt in jouw stijl. Door het coronavirus was het voor Wolters niet meer mogelijk om portretten te schilderen en besloot daarom door Didam te gaan wandelen. Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel mooi om die plekjes waar ik langs wandel en waar anderen misschien langs rijden met de auto, om dat vast te gaan leggen. Want we hebben zulke mooie plekjes, al is het maar op de hoek achter een boom, waar we aan voorbij lopen, maar die wel de moeite waard zijn om er eens naar te kijken. Ik was laatst in een nieuw gedeelte van Didam en daar staat toevallig een oud-Hollands huisje. En toen dacht ik, ja, dat is zo bijzonder tussen al die donkere zelfde woningen. Dat trekt mij aan, dat wil ik laten zien. Daar wil ik mensen aandacht op laten vestigen. En dat vind ik heel mooi. Mensen die Wolters zien schilderen spreken haar vaak aan of delen verhalen. Ik heb nog nooit een negatieve reactie gehad. Soms mensen onverschillig of mensen kijken heel erg raar. Van, wat zit hij daar nou te doen? Snap ik ook. Maar ook mensen die komen bij je komen van mag ik kijken. En dan gaan vertellen over wat ik schets. Over de Mariakerk of over het kapelletje. En zo komen ook hele leuke verhalen naar boven. De mooiste urban sketch is volgens Wolters haar schildering van een oude woning in Didam op de Baarleweg. Vind ik zelf heel erg gelukt. Daar wandel ik ook vaak langs. En dat heeft voor mij iets. Daar stond een bouwvallige schuur naast. Dat vond ik geweldig. Helaas zijn ze die aan het renoveren. Maar dat soort dingen vind ik echt heel leuk.